Mensen, welkom bij een nieuwe video. Wij gaan vandaag Roblox. Best wel leuk. Ik hoop dat jullie het gaan fijn vinden. En wij gaan iets leuks spelen. En dit is... wat zou het zijn, jongens? Ga eens kijken, dus wat ik al heb gespeeld. Wacht even. Dan gaan we wel eens spelen. Kijk hè. Oké, wacht daar jongens. We kunnen Pet Simulator. We gaan Pet Simulator. En zoals jullie gaan zien, ik heb al best wel veel pets. Zoals deze hier, golden pet. Amai, ik heb zoveel coins. Wat? Ik ga even naar van achter. Die kisten kan ik gewoon easy lokken. Voor jou. Ja. We gaan mijn pet had hij gewoon in één keer. Wilt stuurde mij nou net de trade invite, maar dat accepteer ik nooit, want ik wil eens niet graag mijn pet. Want soms, dat is al bij mij gebeurd. Ik had mijn allereerste golden pet, normaal had ik er zo 4, maar ik heb er maar 3 van die golden. Want ik heb al eens getraind en ik had slecht geluk. Ze hadden letterlijk meteen in één keer een ding weggedaan en dan waren ze ready gegaan. En ja, ik zag het niet. En toen had ik mijn pet, golden pet weg. Nou, dat trainen met echt een keisterke. Jullie zien toch hoeveel coins ik heb, hè? Jullie gaan me waarschijnlijk niet geloven. Zoveel punten had Larry die in een ander pet. En toen had hij die meteen weggedaan. Man, waarom duurt dat zo lang? Nee. Oké. Oké, we gaan naar de maan toe, jongens. Oké, jongens, we zijn hier bij de maan. We gaan eens kijken bij de pets. Dus hier had ik zo eentje pet. Dan moet je daar zo 10 of zo hebben. Hier is het me altijd een trainer van. Wacht hè. Dus je ziet die pet daar boven. Die waar goed staat, is een van die golden pets. Nu ga ik eentje openen. En ik heb eentje van, wow, dat is veel. Niet genoeg, want mijn pets hebben echt heel veel. Check, een miljoen. Bij deze wereld, ik snap niet waarom iedereen altijd met me wil traden.
Hier is de Golden Kist. Die heeft best wel veel HP. Zwarte trots mij er klaar zijn. Dus kijk, dat is hoeveel HP die heeft. Dus juist bijna evenveel als... oh nee, ik heb meer. Ik ben al daar voorbij. Ik heb al die Gastron gelokt. Dan krijg je gewoon zo eentje. Je ziet mijn coins. Dan krijg je letterlijk coins in plaats van die moons. Dat snap ik niet. Ik ga ze terugbrengen. Ja. Daar gaan we nooit geraken. Dus ja, ga ik maar liever. Klontikoen. Zouden we dat spelen? Maar joh, de stukjes simulator. Maar ik weet misschien iets. Oh, dat bestaat. Ah, jawel. Gaan die koe spelen? Nee, wacht, dat is een beetje te saai eigenlijk. Ja, we gaan dit proberen. Ik weet niet als het mogelijk is, maar oké. Okay. Wacht, wat? Oké, okay, ze zitten gewoon alles te zeggen. Oké. Okay. Ah. Wacht, ik ga even dit weg doen. Huh? Wat? Oké, jongens. My god.
Dat is zo ver. Wat? Oh, wat? Mijn god. Wat? Wat? Waarom? Weet je wel, jongens, we gaan dit niet spelen. Is mogelijk.
Oké, jongens, dit gaat de laatste spelletje zijn wat ik ga spelen. Wacht even. Maar weet je wat, jongens? Dit gaat de laatste keer, ik bedoel, het einde van de video zijn. De volgende keer gaan we Chapter 2 Playtime Story spelen. Ik hoop dat jullie het gaan fijn vinden. En ik zie jullie later. Later!